Zo jongen, jij staat helemaal vooraan. Sta hier al lang. Hoe lang? Een half uur al en dan sta je gewoon vooraan. Mag jij zo meteen de eerste Dreustraat in, hè? Ben je er ook eerder in geweest? Vind je het spannend alsnog? Heel veel plezier. Dag meiden, jullie hebben een mooie tas. Wat zit erin? Wat mooi! En wat heb jij voor moois? Een boekje en een paar tekeningen. Nogmaals, goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u er bent. Het is een prachtige dag en we zijn natuurlijk heel verheugd om hier te staan. Eindelijk, na 2 jaar tijd, kunnen we iets weer echt organiseren. En dat is natuurlijk de afgelopen tijd in Zandvoort al gebeurd. Maar ja, side events, de 30 dagen voorafgaand aan de Formule 1, starten vandaag. Dat wij hier staan is mede dankzij Holland Casino Fonds, Innovatiefonds. En we zijn hartstikke blij met deze sponsoren. Ik ga de wethouder, Peter, het woord geven. Nou, allereerst Sander, hartelijk dank voor de uitnodiging en leuk om hier te zijn. En ja, al die kinderen die heel enthousiast zijn en straks het Dreuzenrad in mogen. Met de start vandaag, Sander, van de side events en de aankleding van het dorp. Nou, het merendeel van deze mensen zal via het dorp gekomen zijn. Is het aftellen begonnen? Ten slotte nog maar een kleine 4 weken en dan is de Grand Prix weer in Zandvoort. Sander, de start vandaag geeft mij, maar zeker ook onze inwoners en ondernemers, het aloude gevoel van samenhorigheid. Maar met de evenementen de komende 4 weken zorgen jullie er ook voor de komst van de F1. Meer is dan alleen maar racen. Het is ook fun en met elkaar leuke dingen doen. Ik ben ontzettend trots dat de Grand Prix weer in ons dorp plaatsvindt. Dit dorp, ons Zandvoort, doet dit nog maar even en schaart zich daarmee in hetzelfde rijtje als wereldsteden Melbourne, Singapore, Abu Dhabi. Hoe mooi is dat, mensen? Mijn waardering gaat uit naar iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de Grand Prix weer naar Zandvoort te halen. De directie van Dutch Grand Prix Zandvoort, medewerkers van gemeente, politie, iedereen die hier al weken mee bezig is om dit evenement tot een goed einde te brengen. En in de laatste plaats niet, Zandvoort Beyond, Sander, jij met je club. Sander, Zandvoort is er klaar voor en laten we er één groot feest van maken. Succes! Ik heb speciaal meegenomen de gouden schaar. Die ga ik overhandigen en we gaan het lintje hier doorknippen. En daarna kunnen kinderen gratis in het Reuzenrad. En ik wens u heel veel plezier erbij. We hebben ook een prachtig mooie kartbaan. Ook superleuk. Vorig jaar stond hij daar in het hoekje, was hij veel kleiner. Ga alsjeblieft een kijkje nemen, want we zijn heel trots. Hij is nieuw, hagelnieuw en speciaal voor Zandvoort gemaakt. Pas het op het plein. En wat heel mooi is, is met 80% CO2-reductie naar Zandvoort gereden. En dat vind ik echt wel heel knap. Want dat, is, ja, dat hoort bij deze tijd, hè. We horen aan het milieu en aan stikstof te leggen. Zullen we voordat we het lintje gaan doorknippen, ik ben nu de wethouder die lintjes mag doorknippen. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling voor Zandvoort. Maar Sander, kan jij misschien nog even wat meer vertellen wat de komende 4 weken allemaal op het programma staat? Ja, zeker. Nou, vandaag met Reuzenrad, kartbaan. We hebben een prachtig mooie hinkstap-sprongbaan. Groter, dikker dan vorig jaar. Met een mooie pitstraat erin. Met een prachtig mooie 3D-tekening waar je een selfie kan maken. Ik ben de naam van de kunstenaar inmiddels kwijt. Kubo Likido. Daarom was ik hem kwijt. Maar hij schijnt wereldberoemd te zijn en hij heeft hem gemaakt. Dus erg leuk. Komende week gaan we Carhartt opbouwen. Er komt een
expositie van Toon van Driel doen we samen met Zandvoorts Museum. Carhartt is kunst met een relatie tot de autosport en tot auto's. Toon van Driel is natuurlijk de tekenaar oorspronkelijk uit Zandvoort die prachtig mooie strips maakt over de Formule 1 en natuurlijk met als thema Max. En in de laatste week gaan we helemaal los. Natuurlijk komen er van de week, u heeft de vlaggen in het dorp al gezien hangen. Er komen nog torentjes met allerlei signing. In de laatste week op 30 augustus komt er weer een Formule 1 auto. De RB 16 volgens mij. Een auto van Max die komt hier op het platterrein te staan. En daar kunnen we allemaal weer van genieten. Hartstikke leuk. En in die week gaan we vanaf woensdag gaan we opbouwen. En dan zult u zien dat er allemaal pop-off stores komen. Activatie, carrière, racebaan. Te veel om op te noemen. Maar het wordt erg leuk. En we hebben enorm ons best gedaan om er weer een groot feest van te maken. Veel plezier, hè? Heb je er een beetje zin in? Nou eens. Kijken. Only cash. Dit item is mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort.